Heel slecht nieuws, ja. Enorme, enorme teleurstelling. En ik moest even bijkomen en even tot mezelf komen en zeggen, wat is dit allemaal? Grote schrik en een enorme teleurstelling. De brief van minister Visser aan de Tweede Kamer is hard aangekomen in Huisduinen. De toekomst van vuurtoren De Lange Jaap is opeens uiterst onzeker. Het is een rijksmonument. Dus de overheid heeft zijn verplichtingen. De nationale en plaatselijke erfgoedinstellingen hebben daar nooit naar gekeken. Als wij in het dorpshuis een spijkertje verkeerd doen aan de buitenkant, moet dat binnen een jaar opgeknapt worden. En hier is eigenlijk nooit naar omgekeken. Dus de Rijkswaterstaat heeft gefaald, maar ook de culturele erfgoedinstellingen hebben gefaald. Ik bedoel, dat is toch uniek in Nederland? Volgens mij is er geen andere zoals deze. Wat zou er moeten gebeuren wat u betreft? Hij moet opgeknapt worden. Desnoods moet hij helemaal opnieuw gegoten worden en opnieuw opgebouwd. Maar dat ding kan niet weg. Dat is vreselijk. Het probleem is nu dat de minister eind januari een besluit gaat nemen. En ik heb gisteren overleg met de Rijkswaterstaat gehad. Ik zeg, mag ik ook deskundigen naar de vuurtoren toe halen om te kijken van hoe is de situatie? Een helderse aannemer, Kees Jan Tuin, die heeft allemaal experts. Hij zegt, mag ik ook een keer in die vuurtoren kijken wat de mogelijkheden zijn? Nou, dan heb ik ideeën. Mensen van ACN die zeggen, nou, we kunnen met 3D wat doen. Ik krijg berichten uit Schiedam. Ja, wij hebben ook nog wel oplossingen. En internationaal zelfs. Maar je komt helemaal niet direct meer in die buurt van die vuurtoren. Niemand kan kijken van, wat kan ik daar nog aan doen? 150 miljoen voor een Rembrandt. En die toren die laten ze verrotten. Dat is toch niet goed? Daar kan u niet bij. Nee, kan ik niet bij. Het is echt zonde. Dit hoort hier gewoon. De minister zegt ook, er zijn heel veel oplossingen aangedragen door allerlei instanties. De meeste zijn onderzocht en niet haalbaar. Ja, nee, dat heb ik gelezen. 12 ideeën waren er allemaal. Maar dat is duidelijk. Dat is duidelijk. En nu? Nou ja, wij blijven strijden samen met leden uit de Tweede Kamer en de minister kijken wat de mogelijkheden zijn. Ons icoon, benchmark voor Den Helder, waar we allemaal naar uitkijken, dat gaat dan verdwijnen. En daar moet gewoon iets voor terugkomen en niet een paal met een lamp erop. Maar dat is het uiterste scenario. Daar moeten we dan met z'n allen nog eens een keer naar... Moeten we over nadenken, maar zover zijn we nog niet. Ze mogen alles lopen, want daar komt het niet op aan. Maar één ding zal ik hopen, dat ze lang.